Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Losstop. Welkom. De kleur rood wordt niet door iedereen gelijk ervaren. Is dus verschillend voor mensen. Rood is mooi, is voor de ene waarheid en voor de ander niet. Nou, dan kun je heel flauw zeggen, dat is een mening. Nou, dan zeg ik net zo flauw. De aarde is rond, is een breed gedragen mening. Er zijn meerdere waarheden, er is er niet één. Dat is prima. Waarheid is een model, een perceptie van een werkelijkheid die wij toch nooit zullen kennen als mensen. Dit model dient ons, geeft een beschrijving van de wereld om ons heen, zodat wij ermee uit de voeten kunnen. En zolang jouw waarheid een ander niet in de weg staat, heb je er recht op. Er zijn ook waarheden die inmiddels achterhaald zijn als model, of die als leugen geboren zijn. En als we die eruit pikken, gaan we vooruit. Helaas zijn mensen gehecht ook aan dit soort valse waarheden. Van hechting komt ellende, zeggen de boeddhisten. En dat geldt ook voor dit soort waarheden. Bij cognitieve dissonantie wordt iemand geconfronteerd met twee tegenovergestelde waarheden. Een oorspronkelijk model waaraan hij gehecht is, dat diep verankerd is, en een nieuw, concurrerend model wat daar haaks op staat. De confrontatie tussen deze twee modellen kan zoveel pijn opleveren dat alles uit de kast wordt getrokken om het oorspronkelijke model te redden. En dat kan er heftig aan toe gaan. Neem bijvoorbeeld de confrontatie van iemand die streng gelovig is met tegenstrijdigheden in zijn geloof. Dat soort dingen. Wijsheid is te weten dat iedere waarheid op enig moment kan worden uitgeruild voor een nieuw model. Een nieuwe waarheid. Je flexibiliteit en bereidheid om een waarheid uit te ruilen voor een betere waarheid bepaalt in grote mate je kans op succes in persoonlijke groei. Eerlijk is een beschrijving van de werkelijkheid zoals jij die kent. Vooral als je flexibel en bereid bent om dit model te toetsen aan nieuwe modellen, andere modellen. Alles is perceptie.